en ik heb met Stan, Paul, Ayla gestudeerd. Ik ken ze dus al heel lang eigenlijk, al bijna 10 jaar, 11 jaar. En sinds 2000, is het? Ja, ja. Ja, whatever, zit ik bij het front en ik woon in Utrecht dus, nogmaals, niks met Brabant, maar wat is hem? En ik ben Paul Segers. Ik heb met Henny gestudeerd en heb in 2005 op 6 nieuwjaarsavond het Nieuw-Brabants Front officieel in het leven geroepen. En ik woon in Eindhoven. Cor Smeegen, goedenavond. Beeldend kunstenaar. Ik woon in Helmond. Ik werk in Eindhoven. En waar het maar mag. Ik ken een aantal frontleden van mijn studie. Dutch Art Institute in Enschede. Laten we daar verder niet te veel over uitweiden. Heerlijke tijd was dat. Wel vrienden voor het leven en hele goede conculega's leren kennen. Ik ben Stan Monet. Ik ben ook in 2000 afgestudeerd met iedereen. Ik heb van 2004 tot 2008 nog een andere studie gedaan. Ik heb 2 jaar bij V2 gewerkt. En sinds april ben ik weer fulltime als kunstenaar beschikbaar om mooie kunst voor de mensen te maken. Het werk wat hier staat heb ik samen met mijn vriendin Lela Andersson gemaakt. Die zit er nou niet bij, maar die hoort er eigenlijk wel bij. En die zit nou in Zuid-Afrika. Weer terug. Dat is haar stoel, maar ja. Ja. Mijn naam is Arne Steinland. Ik kom oorspronkelijk vanuit het noorden van Noorwegen. Ik woon sinds 2003 in Nederland. In Eindhoven. Ik heb samen met Henny en Paul en Stan gestudeerd op de Kunstacademie in Den Bosch als uitwisselingsstudent van het Kunsthuisschool in Bergen in Noorwegen. Oké, goed, dat is duidelijk. Mm-hmm. Ik wil eigenlijk een beetje beginnen bij het begin. Als we zeggen, laten we zeggen, waarom is dat front? Waarom heb je dat? Waarom hebben jullie dat? Wat wilden jullie een collectief zijn? Wat was de gemeenschappelijke noemer, om, behalve dan die studie, om als Nieuw-Brabants Front naar buiten te treden? Wat was daar de aanleiding eigenlijk van? Wil ik aan Paul doen? Ja? Ik denk dat het front allereerst voortkwam uit samenwerkingen vanuit de academie, met Stan voornamelijk. Voordat het front was opgericht liepen we al in de moerassen van Den Bosch, voor zover dat moerassen noemen zijn, met de Intifada Orchestra van Stan. Dat was ook al zo'n soort groepsproject en we hebben nog allerlei mooie films gemaakt met Henny, met een oude Opel Corsa en een slechte Hi8 camera en ja, dat soort dingen hebben er uiteindelijk toe geleid voor mij om dat een naam te geven. En het officieel op te richten, maar dat was niet zo gepland als zijnde iets, ja, als een collectief of zo per se, maar meer als een gedachte of zo, of een attitude. Later hebben we allerlei leuke projecten gedaan met een hoop frontleden en ja, dan wordt het iets of zo, hè? Dan krijgt het een soort body, terwijl eigenlijk is het meer gewoon een attitude, denk ik, of een gezamenlijke manier van werken. En dat de werken die jullie met het front maken, die zijn verschillend met de werken die je buiten het front maakt? Of wanneer wordt een werk iets van het front? Ja, een werk wordt in principe nooit iets van het front. Het werk, iedereen maakt gewoon zijn werk. Zelfs binnen projecten van het front maakt iedereen gewoon zijn werk. Want iedereen is goed waar hij goed in is en doet wat hij doet, zeg maar. Dus Het is geen merk of het is geen, het is niet iets wat samen hoeft te smelten. Het is gewoon, iedereen heeft zijn hoop kwaliteiten. Mm-hmm. En als je dat samenbrengt en je zorgt dat zoals nu in de expo, yeah, hè, dat op een bepaalde manier samenkomt, ja, dan heb je gewoon een front expo, kun je het zo noemen. Het is geen set regels.
Het is geen set regels. Als je bij het front wordt, dat je dan een set regels hebt van hier moet je mee doen en dan wordt het wel wat. Ja, oké, nee, dat snap ik, maar ik wou eigenlijk weten wanneer, net zoals deze tentoonstelling hier, dit is een front tentoonstelling. Is dan het front gevraagd of ben jij gevraagd of hoe loopt dat proces? Wij zijn met Ayla, Stan, Cor en ik gevraagd om een expo te doen. En er was toen bekend dat wij bij Den Bosch Guerilla zaten met z'n allen. Dus, dat is, ja. Ja, dat was het idee. Kleine bespreking. Dat wij samen projecten hadden gedaan, dat was wel bekend. Ja. Dus de vraag of wij samen een expo wilden maken. Mm-hmm. Klopt dat, Ellie? Ja. Ja, klopt hè. Vervolgens is Henny erbij gekomen, want Henny die had zichzelf al aangediend van ik ga boekjes maken of jullie nou willen of niet. Mm-hmm. En dat is precies wat het front is. Ja. Dat is nou precies de essentie. Je zegt gewoon ja, ik ga toch boekjes maken over het proces van de expo, de opbouw. Hij heeft tegen Ellie gezegd van ja, en Henny moet er ook bij, want dat is nou helemaal zo. En toen had Stan, die was vergeten te zeggen dat hij al een tijd met Leila samenwerkte. Hij had ook een dag voordat de uitnodigingen klaar waren opgebeld van oh ja, zet even Leila Ensen op de uitnodiging, want die zijn we vergeten. En, maar ja, weet je hoe dat een beetje gaat? Het regelt zichzelf en het was een hele fijne samenwerking, vond ik, met iedereen die toch probeert samen te werken of het beste van te maken en zo goed mogelijk werk neer te zetten. Mm-hmm. En op de opening denk ik dat het front, dat meer een soort vibe is of zo die erin zit. Ja. Er is van alles te doen, maar wel op onze manier of zo. En dat, het moet een beetje naar onze hand gezet worden, of naar hoe wij denken dat we het willen hebben. Naar jullie idee, zeg maar. Kun je zomaar lid worden van het front? Ja, dat kost 2.500 euro per jaar. Ja. Dus het lijkt heel veel. Maar je krijgt er, een mooi badge. Nee, dat kan eigenlijk niet. Ja, zo werkt dat gewoon niet. Het front, soms denken we dat iemand erbij moet komen. Ja. Omdat het... In het begin kwamen er heel veel mensen bij. En je kan ook Facebook hebben. En daar wil ook iedereen bij. En dan kun je de Friese rallyvereniging beginnen. Daar wil ook iedereen bij. Dus iedereen wil altijd overal bij. Maar ja, daar schieten we gewoon niks meer op natuurlijk. Dus het moet voor ons, het moet een soort van zin hebben dat iemand... Maar er bestaat niet zoiets als een ledenadministratie. Nee, ook niet. Nee. 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 Is er een lijst? Huh? Is er een wachtlijst? Nee, dit is geen lijst. Nee, maar jij zit er wel, staat er wel op. Nou kijk, dat is wel een mooie mening. Kijk, nu was hier heel duidelijk de aanleiding. Jullie zijn gevraagd, of jullie als groepje met z'n vier, zijn gevraagd om hier een tentoonstelling te maken. Maar jullie doen ook projecten vanuit jezelf. Bijvoorbeeld zoals naar Afrika, was Ghana was dat? Mm-hmm. Ghana ben je geweest, je bent meerdere keren naar China geweest. Mm-hmm. Waarom ben je naar Ghana gegaan bijvoorbeeld? Je wordt gevraagd voor tentoonstellingen, mm-hmm. maar je initieert ook eigen, je drukt jezelf er ook door, zeg maar. En wat is dan die keuze, hoe wordt die keuze gemaakt om bepaalde projecten te doen? Naar Ghana dan? Nou ja, Ghana is eigenlijk via Henny, omdat Henny's vrouw Ghanese is, zeg maar. Dus dat is een link. Ja. En dan, dat is eigenlijk genoeg, hè? Ja, we zijn gewoon eigenlijk in december naar Ghana gegaan en we hadden echt zoiets van, shit, ik ben heel lang niet op vakantie geweest, kan ik niet mee. En eigenlijk, ik had zoiets van, waarom niet? En toen, 14 dagen, zo van, als we daar dan toch zijn, laten we gewoon een werk maken, als het kan. Ja. Ja, eigenlijk zo gaat dat, gewoon heel natuurlijk, gewoon heel spontaan.
En dan zien we daar wel of het lukt of wat we kunnen regelen. En, dan kan er een project uit voortkomen. Nou is dat met China-projecten en zo is dat iets anders. Er zijn grotere projecten met... met meerdere mensen ook. Dus daar is wel. Het werkt ongeveer hetzelfde, omdat je Ron kent. Ja. Is het makkelijk trekenen. Jullie kennen iemand in China. Ja. Wacht even, voor de duidelijkheid. Jullie kennen iemand in China, want daar hebben jullie ook mee gestudeerd. Om het maar even, want ik ben ook frontlid, dus dat is een beetje gemeen. Maar, dus ik mag alleen maar, ik heb vandaag opdracht gekregen om alleen maar lieve en aardige vragen. Goed voor betaald. Ja, goed voor betaald over nu. Ik heb mijn lidmaatschap voor de komende 3 jaar eruit. Maar jullie hebben samen met Rongman gestudeerd en die is teruggegaan naar China. Ja. Omdat hij was Chinees. En, is nog steeds. Ja, en nog steeds. Hij is nog steeds Chinees. Ja, ik heb niet met Rongman gestudeerd, Paul en Aylan Koch. En die zijn toen ook in China geweest. Mm-hmm. En dan heb je, daar werkt ongeveer hetzelfde als met Henny's vrouw. Daardoor is er een aanknopingspunt. Mm-hmm. Daardoor lijkt het op de een of andere manier makkelijker om daar iets te organiseren. Om die kan dan bijvoorbeeld makkelijk een ruimte regelen. Terwijl als je het zelf in China gaat regelen, is het wat ingewikkelder. Dan vraag je eens rond van, goh, wie heeft er trek in een expo in China? Nou, daar zijn wel wat mensen en dan zeggen van, misschien krijg je het wel gefinancierd. Maar je moet in ieder geval intekenen. En als we het niet gefinancierd krijgen, dan moet je toch mee. Dus dan moet je gewoon zelf lappen. Anders dan hebben we op het einde pas niemand die meegaat. En ben je frontlid af. En dan voor je het weet zit je een maand daar in China. En vaak is het hard bouwen en dan een maand hadden we de vorige keer nog een hele grote ruimte en dan begin je in het wilde weg daar door de stad te lopen, briefjes te tekenen voor mensen met tandwielen erop en kijk, ik moet een tandwiel, en dan 3 weken later heb je een expositie. De expo de volgende dag is weer vertrekken. Dat was het. Tada. Het gebeurt eigenlijk, dat is heel intuïtief gebeurt dat dan eigenlijk. Als groep ga je naar een locatie of en daar gebeuren de dingen die... Dat werkt ook alleen maar als je daar iemand kent. Heb je een soort van basisinfrastructuur die jou op weg helpt, zodat je gewoon op dat eilandje waar je dan bevindt, of dan ook Ghana is of China of Turkije, bedoel je, die basisinfrastructuur heb je op orde. En dan kun je eigenlijk wel gewoon zonder dat je... Zonder boer of bak kun je in 3 weken kun je gewoon je focus en een beetje cocooning. Kun je als groep kun je daar een idee uit broeden. En was dat hier ook? In zekere zin wel, omdat we hebben in het afgelopen 1,5 jaar dat we als voorbereiding aanloop hadden naar deze tentoonstelling bij elkaar, ik denk een keer of 6, 7, 8 opgezocht. En dan zit je een hele avond te sparren en de plannen weer helemaal overhoop te gooien. En dan ben je ook een soort van gecocoond of zo. Je hebt toch je moet je die tijd gunnen om, als je als groep wil werken, om dat een beetje uit te laten sudderen. Totdat het een soort van koek is die iedereen lust. Of iedereen van de groep die er dan achter wil scharen. En in China gebeurt het dan meestal in 1 of 2 of 3. Ja, ook helemaal dat proces. Dat moet gewoon iets anders. Ja. En iedereen begint echt met nul. Omdat je in China heb je niet al je ateliers zitten waar je allerlei spullen vandaan kan trekken. Dus daar begin je echt met niks. Ja. Ja. En hier had iedereen toch veel meer al zijn plan en al wat voorbereid. Dus dat betreft is wel anders om hier werkt. Maar de werken zijn ook veel doorwerkter geworden hier dan dat op zo'n maand expo waar je vanaf niks begint plotseling. Ja, daar maak je wat, maar... Dan moet je zelfs nog een hamer kopen. Maar daar wijs van of spijkers vinden. Ik bedoel. Maar dat is wel echt heel erg interessant eigenlijk om op locatie te werken in het buitenland. Je gaat er als toerist op vakantie, dan kom je niet echt onder de huid ofzo. En dat vond ik echt met onze projecten, vooral in het buitenland. Want je bent er ook gedeeltelijk als toerist ofzo, maar omdat je gewoon dat bent voor een project, dan ga je echt de realiteit op een heel andere manier gewoon bewerken. En je moet ook allianties gaan opzoeken. Je moet gewoon mensen zien te vinden die jou die goede materialen willen verkopen. Je moet soms ook vakmensen zoeken om bepaalde materialen te bewerken en zo. En dat is een harde reset eigenlijk. En dan ook met taalbarrière erbij in China bijvoorbeeld. Dus dat is gewoon natuurlijk echt een uitdaging om in een korte periode gewoon een werk te maken. Dus, Het is gewoon echt een kick. Het is gewoon... Het is eigenlijk een sport.
Ja. Of ja, van oké, we hebben helemaal niks, we gaan met een koffer en nou, ik neem een schroefboor misschien mee en dat is het of zo. Dat kan nog net tot de 20 Daarom kilo. Daarom doen wij ook geen andere sport. Nee, maar hier, hier heb je dus langer nagedacht over de setting van de ruimte en wat jullie wilden presenteren. Zeg maar. En ja, dat zie je inderdaad ook als de mensen de tentoonstelling zie je wel terug ten opzichte van andere tentoonstellingen die bijvoorbeeld in China, die ik meegemaakt heb in China. Dat was, hadden jullie een 1000 vierkante meter en er is een speelhol gemaakt in 6 weken en dat was gewoon eendimensionaal. Maar wel goed, daar niet van, maar gewoon eendimensionaal. Daar zitten we even, ja oké, okay, het front. Waarom wilde jij dan boekjes maken, Henny? Nou, dat lijkt me gewoon een goed plan om gewoon dat hele front eens gewoon in kaart te brengen van hoe ze werken en hoe we samenwerken. En ja, dat was eigenlijk gewoon een spontaan idee. Dat is mooi om ook wat je later hebt om door te kijken. En ze zijn ook, omdat ik met hun samenwerk, worden ze ook gelijk fysieker dan als ik in mijn atelier aan het werk ben of een boekje aan het maken ben. En nou, dat vond ik gewoon heel interessant en ik vond ook dat gewoon goed bij deze tentoonstelling paste, om berichten van het front, gewoon zo'n boek, gewoon zo'n, ja. En daar wordt nog steeds aan doorgewerkt? Daar wordt nog steeds aan doorgewerkt, ja. Ik denk dat ik nog ongeveer 6-7 weken eraan ga werken, dan is het wel zo goed als klaar. En hoe moeten we dat werken zien, dat je hier ook daadwerkelijk in de ruimte aan het, het knippen, plakken en persen bent, zeg maar? En dat is een methode die je zelf hebt ontwikkeld? Ja, ik heb een paar jaar geleden zo'n vacuumpers gekocht en daar kan ik eigenlijk alle materialen mee samen persen. En zo'n vacuumpers, die komt uit de grafische industrie? Ja, de grafische industrie, ja, ja wat is het, denk ik, uit de lijstenmakerij. Beetje 7-drukkerij, denk ik, in die sector, ja, grafisch. En, ja, nee, het biedt voor mij heel veel mogelijkheden. Dus het is gewoon een hele goede tool om te gebruiken. Plus het heeft iets industrieels en nou ja, daarom vond ik het mooi om hier ook neer te zetten, dat het fysiek ook gewerkt werd. Dus ja, eigenlijk zo is dat ontstaan, zeg maar. En dat is ook jouw achtergrond, grafisch? Nee, ik werk eigenlijk gewoon, ik maak vooral collages en wel 2D, maar sinds ik met de jongens samenwerk gaat dat steeds meer naar 2D. Probeer uitstappen in een 3D. Werkt dat? Geven hun, ja, is dat absoluut. Een katalysator? Ja, ik werk gewoon heel anders dan gewoon als ik in mijn atelier aan het werken. Dat is echt een boost. Dat is echt zo fijn om met hun samen te werken. Dat is echt een meerwaarde. Okay. Anders zou ik het niet doen. Nee. Nou ja. Ja. Nee, maar dat is echt, dat is super fijn. En we hebben nu, ik heb die planken staan, 15 boeken of zo inmiddels? Ja, misschien zijn er een paar meegenomen, maar ik hoop 22. Oké, ja, maar ik pak mijn bril niet over. Maar, en die boeken zijn, dat zijn de boeken zijn het kunstwerk? Ja. Ja, eigenlijk de hele setting met de wand erbij, maar dat is natuurlijk gewoon een soort doorgeefluik van de tentoonstelling. En het boek is niet de bedoeling dat er iets verder mee gebeurt eigenlijk? Nou, maar ik hoor van mensen. Het zijn op zichzelf staande werkjes geworden, dus ja, op zich wil ik ze, ik zou het mooi vinden als ik ze nog over een week of 8 gewoon in zijn totaalheid kan presenteren. Ja. En dan moeten we ze gewoon eigenlijk uiteindelijk maar gaan verkopen en hier en daar weggeven. Okay. Zodat dat ook weer gewoon... Gewoon weer doorgaat. Precies. Hoe worden jullie beïnvloed door Henny? Of de manier waarop die werkt in dit proces? Omdat jullie hoe lang hebben jullie hier samengewerkt? Twee weken intensief. Ja. Bijna iedere dag iedereen gewoon aanwezig. Ja. Maar vol erop. Ja. Hoe werkt dat? Want Cor heeft een shed gebouwd, Oud voor Dinner. Dus Oud voor Dinner, ja. Oud voor Dinner, kunnen we die zien? Als we dan toch dat interactieve gedeelte weer even... We zitten erin. Een soort van... Mag je jouw werken aanraken? Je mag die boekjes... Dat is absoluut de bedoeling. Dat is wel de bedoeling, ja. Ja. En bijdragen? Nou, nee, dat was wel het plan, maar daar hebben we het toch maar van afgezien. Ja, oké. Stel je voor dat jij wil die boekjes volgen. Ja, teken. Cor, kun jij zeggen wat het is? Een sculptuur. Een sculptuur. Het is een beeld alweer. Maar in hoeverre is er een reactie op Henny's werk of wat hij doet? Dat wil ik eigenlijk. Dat was eigenlijk de vraag. Nou, ik denk dat het een beetje een toevalstreffer is, maar de manier waarop je als collage... kunstenaar werkt. Ja. Het,
ja, zoeken door oud materiaal heen en het, of nieuw materiaal en het weer herassembleren. Ja, was leuk dat Henny er dat hij eens een keer kliedert. Vind ik heerlijk. Hè? Ja. Je bent, oh. Nee, maar nou ja, in zekere zin, ik bedoel, dat is ook de eigenheid van het projecten van het front, dat bijna iedere keer is de samenstelling wel iets anders. Ja. Dat is altijd wel een groepje van een man of 5, 6, soms iets meer, die samenkruipen en hun ding doen. En iedere keer heeft de samenstelling en het type project waar iedereen naar mij komt en wat hij uit gaat voeren, is een ingrediënt in de soep. En dat Henny er deze keer bij was, vind ik specifiek van, ik maak ook wel eens collages, ik ben ook een heerlijke knipplak en tekenaar, vind ik gewoon fijn omdat hij op de achtergrond ook daar ter plekke zijn werkplek heeft. En dat voegt gewoon heel veel toe aan de sfeer aan waarin jij die oersoep van kunstwerken die daar langzaam tot stand komt, om die als een soort van groep te laten uitkristalliseren. En ja, maakt Henny niet beter als een elk ander frontlid. Nee. Maar specifiek is het, vind wel ik... Wel iets. Ja, maakt het wel iets. Dat hebben ze meteen. Nee, maar ik bedoel, dat is net zo goed als Paul ook. Dat Paul in de ruimte daar zit te werken, dat geeft mij weer input en een soort van vergelijk op een heel ander vlak. En dat Ayla er loopt te priegelen en te pielen met al die hele kleine details, dat doet mij soms weer lomp voelen van, ja, ik ben gewoon een golfplaat en hout aan het dragen op dat moment. En, ja, ik bedoel, dat is van alle... Volgens mij bij Ayla. Dat zei zo. Ja. Maar dat is wel een beetje de insteek van hoe je dat tegen een andere frontlid, wat dan dezelfde werkvloer ook hard aan het werken is, hoe je dat daarin kan staan. Ja, ja, ja. En jij, ik denk dat bij deze expo dat, zeg maar, wat Henny doet, is die laat een beetje het proces zien van hoe zoiets tot stand komt of zo. Hè? En een beeldmateriaal van onze werk en bronmateriaal die wij hebben aangeleverd van tevoren. En dus de schetsen in van de werken die hier staan. Het is moeilijk als kijker, of jij dat kijkt, ja, je moet natuurlijk wel al die boeken doorbladeren om heel dat pakket te krijgen. Ja. Dus, ja, maar goed, sorry dan. Dus, maar dat, ik vind dat een beetje meer textuur geeft aan het geheel. Omdat je... Het is een werkplaats, je komt bij Stan zijn werkplaats binnen, of bij het atelier. En in de hoek zit dan Henny's atelier en daar wordt ook letterlijk gewerkt aan nieuwe werken, voortkomend uit dit geheel of zo. Dus ik denk dat in die expo's in China en in Polen en zo, was altijd een soort thema. Zo, hè? Ook omdat je zo snel moet, of snel in een groep gewoon knalt. Wil je een soort thema hebben, zodat die hele expo ook gewoon een bepaalde look krijgt ofzo. Ik denk dat we dat hier veel minder hebben gedaan, dat Paul toch veel meer aan zijn eigen werk heeft gewerkt, dat Cor veel meer aan zijn eigen werk heeft, Ayla en ik. En dat Henny eigenlijk de enige is die de expo als geheel een beetje aan elkaar, nou niet aan elkaar, maar... Hij is de lijm of zo tussen het, of de rode draad er doorheen. Hij is degene die het nou ook documenteert, zoals jij vorige keer bent een beetje filmen. Ja. En Fjosina is een keertje mee geweest, wees filmen. Dus, en zoiets doet hij niet nou, denk ik, meer in deze expo. Verder slaglegging. Meer dan dat we direct... Kijk, China deed ik bij de ketting in voor Paul zijn schip. En zulke soort totale samenwerking, behalve dan tussen Leila en mij, is dat nou niet geweest. Hè? We hebben wel gekeken hoe die hele ruimte... Ja, want waar vecht jij dan? Om jouw object moet in die hoek staan, Cor? Nee, daar absoluut niet om. Nee, of waar vecht jij? Ik bedoel, maar is daar een discussie over? Nee, voor dit werk was die hoek, vond ik wel belangrijk, omdat als je het in een andere hoek had gestaan, dan had je het op een hele andere manier, dan was je kijkhoek erop, ik vond het, de eerste kijkhoek vind ik belangrijk, maar ook dat het, de vorm bijvoorbeeld van de ruimte, ik kom die ruimte en ik denk van, die vorm die ik aan het maken ben, die past heel goed bij dat ronde dak bijvoorbeeld. Yeah. Ja, dan heb ik wel zoiets van, dan moet ik me er ook sterk voor maken dat het uiteindelijk, dat het daar komt te staan. Ja, 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 oké. Okay. Want ja, maar dat is een andere gevoel. Jij maakt, Paul maakt echt misschien, dus jij ook Stan, jij en Aya ook. Dat is heel veel, jij maakt dit, of laat zo zeggen, het verschil is, jij kunt dit gewoon met een busje toe, komt naar hier. Met een busje hout. En, busje? Vrachtwagen. Vrachtwagens vol. Vrachtwagens vol, kom jij. Jij begint gewoon hier te werken. Ja. En terwijl... Ik heb het in een week gebouwd. Je hebt het in een week gebouwd? In een week, ja. Terwijl, nee...
voor jou zit er, veel, en van Alia ook, en van Paul ook, veel langer traject achter om hier te komen. Want waar komt bijvoorbeeld dat besluit dan, hoe wordt dat besloten om dat schilderij als eerste, als je binnenkomt, daar te zetten? Nou, ik denk dat we daar wel 40 platte grond tegen hebben. Het begint een beetje in november en dan... Dat we het niet om gevochten hebben, betekent niet dat we het er niet over gehad hebben. Nee, dus we hebben allerlei verschillende opstellingen gehad. Ik denk dat op een gegeven moment wilden we hier graag mee beginnen, of in ieder geval met het atelier galerie. Ja. En wat is het, en dan zou aan de ene kant zou het andere werk een beetje uit het atelier vloeien. Ja. En vanuit die galerie, die dan toch een beetje een soort van centrale plek zou hebben, zou je door de ruiten van die galerie naar de andere kunstwerken kijken. Die dan, ja. Op een gegeven moment viel ook op tijdens dat soort, bedoel, een aantal van die ontmoetingen gehad waren bij, we zijn bezig sparren, dat er een soort van binnen- en buitenruimte was. En dan vallen dat soort puzzelstukjes vallen op zijn plek. Dat Stan met een galerieruimte bezig is waar een raam in zit waardoor je naar de buitenwereld kan kijken. Dus het is ook een soort van oog hebben voor elkanders bedoelingen. Zodat je ook zegt van, nou ja, oké, als we dan toch een plattegrond gaan tekenen, laten we daar dan rekening mee houden en kijken hoe we dat verder uit kunnen werken. Dat is dan misschien, we hebben niet echt een thema vastgelegd of zo in die zin, maar op een gegeven moment zat Stan zijn kunstenaar, Stan en Lelis werk, die zat in het midden en die zou uitkijken op onze werken. Ja. Zodat dat eigenlijk werken werden in zijn galerie. En dan krijg je dus een galerie in het museum waarbij je naar werken kijkt die daar ook echt zijn. Waar bezoekers die lopen daarin rond, dus die worden ook een deel van het werk. Nou, dus het idee was... voor mij begon het op een gegeven moment gewoon een soort van een kunstenaar in zijn atelier. Aan de ene kant is hij aan het werk en dan zijn werk komt in een galerie of in een museum. En aan de andere kant is de realiteit waar zeg maar ook weer de informatie vandaan komt of zo. Dus voor mij begon het een soort van de kunstenaar en de kunstpraktijk als geheel bijna te worden. En of die werken dan, wat dat buiten allemaal te betekenen heeft en wat dat in het atelier allemaal te betekenen heeft, dat laten we dan open, zeg maar, voor de toeschouwer. Je hoeft niks te bepalen, zoals de performance. Dat is het werken van de kunstenaars in zijn atelier, zijn allemaal bezig met dingen, lekker druk. Ja, maar hier bij deze performance, dat doe jij en ik ben niet bij, dat was bij de opening ook de performance. Ja, ja. En dat was Laila en jij... Laila en ik, ja. Ja, jullie hebben elkaars huid op, zeg maar. Nee, we hebben onze eigen... Nou goed, ook stukken van Laila aan hier. De handen. Ja, dus we hadden een soort maskers gemaakt en we waren allebei druk in het atelier bezig. In die galerie heb ik ook nog een tijdje zitten breien, als een soort suppost. Leila was een soort groot schilderij aan het naaien op die naaimachine. En af en toe was ze iets kwijt, wat ook vaak gebeurt in het atelier, dat je dan rondloopt en denkt, god, dat lepeltje, ik had het net. We proberen een beetje zo, maar het was een vrij lange performance, dus ook niet zozeer om... Meer een tableau vivant of zo eigenlijk. Ja, dat is Frans. Hè? Ja, oké. Okay, een levend tafereel. Ja. Een bewegend tafereel. Ja. Dat mag niet Frans. Het is bewegend tafereel. Ja, een beetje ja. Ja, dus niet dat er nou een of andere verhaallijn was, dat je met een plot, dat aan het einde het grote plot uitkwam. Ja. Ja. Maar goed, het verhaal vertelt door de objecten die er zijn, vertelt zich het verhaal. Maar op een bepaalde manier. Mm-hmm. Ja, toch, als ik kijk naar die pop, die mechanische pop die in het hokje zit, die uit zes gezichten bestaat en uit... Dat komt dan weer bij die performance terug op een bepaalde manier. En met dat schilderij waar je op aanloopt, waar je dan weer dit hokje ziet, waar je zeg maar, die totale doorloop inkijkt, dat je eigenlijk niet meer weet wat fictie is of realiteit of wat
verzonnen is daar in dat spel, zit je een beetje te rommelen. Ja, dat spel zit er wel een beetje in, ja. Ja. Dus en reageren jullie dan op elkaar? Want net zoals de Erosion of the Ego van Arya, die... heeft dat dan weer een reactie op wat je ziet wat Stan, bij Stan gebeurt? Nee. Nou ja, The Erosion of the Ego is gewoon voor mezelf mijn onderzoeksproces naar de oplossing van het menselijke lichaam. En om te kijken hoe loopt die proces en hoe loopt dat in de natuur. En hoe loopt dat met mensen? Hoe is mensen een onderdeel van de natuur? Dus dat is wel meer... Ja, gewoon verbonden aan eigenlijk natuurlijke processen ofzo. Ja. En bij jou is het toch anders. Ja, nou ja. Ik weet niet waarom je die link... wat kunnen zijn ofzo. Nou, iedereen is met zijn eigen werk bezig. Ja. En jullie zijn, jullie kennen elkaar al lang, dus jullie weten ook elkaar wat iedereen maakt. En het kan ook zijn dat dat een... Als toeschouwer zou ik dat kunnen zien als een soort reactie op die pop die daar dat spelletje, die mechanische, die dat spelletje staat te spelen, dat weer... Dat is heel prima dat je dat denkt. Want dat is nou juist het leuke van zo'n ruimte, dat je daar allerlei verbanden kan maken. Ja. En of die nou zo bedoeld zijn of niet, dat maakt geen donder uit. Ik bedoel, je denkt maar wat je wil. Oké. Goed. Ja, maar ja, ik denk meer gewoon voor mij naar andere... Ligt niet in de weg of je hebt geen probleem mee, eigenlijk. Nee, oké. Dus het publiek stuurt zichzelf in die zin dan? Ik denk dat het juist interessant is van deze expo dat kan. En dat het ook dat het elkaar schijnbaar niet zo afstoot dat het niet werkt. Nee. Want dan heb je een probleem. Dan denk je van ja, ik snap niet wat dit nou met dat... waarom dat in één ruimte moet of zo. Nee, maar als je dat hebt, dan klopt het misschien niet. Nee, maar dat is duidelijk. Dat is hier duidelijk niet, zeg maar. Dat is wel het goede eraan. Dat gewoon wel allemaal overloopt in... ik denk als jullie nog een maand of twee weken langer hadden gewerkt... dat het nog veel meer geïntegreerd was op een bepaalde manier. En dat is natuurlijk wel heel erg interessant. Dus dat is wel interessant aan deze expo. Ja. Mochten er ondertussen goede vragen zijn. Oh, dank je. Nee. Ik ga nu maar deze. Alle vragen zijn goede vragen. Het is een hele fijne gespreksleider, maar mocht iemand denken van ik mis iets. Net. Nee, ja, want ik zie, dank je wel. Ja. Nee, want ik vind die pop, het jouw mechanische apparaat, zeg maar, de Dodge of de Dutch, wat is het, Dodge de steamroller, ja, is dat niet? Ja. Ja. Dat mechanische, dat zit weer, dat komt bij jou weer terug in die pop die daar staat en dan met die maskers, die afgietsels, dat komt weer terug bij jou. Dus ik vind het allemaal wel een mooie. Een lijn of zo die... Ja, ik denk gewoon dat mijn werk gewoon misschien geïnspireerd zijn op eerder werk wat Stan heb gedaan. Ja, ik denk ook dat, laat me zeggen, het feit dat jij eerder dat met het rubbergieten hebt gedaan en met de siliconen. Mm. Een kindje gezien, ik denk, dat ziet er wel goed uit. Ja. zo werkt dat eens. Nee, maar ik denk ook dat... Ik maak al heel lang, laat maar zeggen, mechanisch werk. Ja. En Paul's werk heeft nu een aantal van zijn laatste werken ook mechanische onderdelen. Ja, ik denk dat die kruisbestuiving er wel is. Logisch. Ja, hè? Ja. Dat maakt het ook rijker. Hè? Dat is ook, Nou, maar dat is in deze proces ook gebeurd, denk ik ook. Ja. Gewoon dat normaal werk, mijn materialen die ik gewoon normaal mee werk, dat je gewoon ook grenzen opzoekt naar andere materialen en andere processen. Dat je elkaar gewoon ook aansteekt. Ja, je gaat ook nieuwe experimenten gewoon aan in het proces. En, ik vind dat... Nou bijvoorbeeld dat werk, de gate trainer. Ja. Dat je op een gegeven moment hebt gekozen om die grote platen te gebruiken. Ja. Wat eigenlijk niet typisch... ik denk als jij in je atelier werkt, dat je heel gefocust bent op het detail. Mm. En dit is echt een heel mooi monumentale
setting, toevoeging, ja. Maar die dat hele werk totaal anders maakt. Ja. En daarbij en ik denk dat dat wel te maken heeft met dat jij een vrachtwagen hebt en dat jij, weet ik hoeveel kubhout ergens gaat halen. En, ja. Ja, maar dat staat dan ook weer contrasten. Wat Cor gemaakt heeft, ik bedoel, bij jou is het bijna steriel. Proberen zo steriel, zo strak mogelijk te maken. Niet steriel genoeg, helaas. Niet steriel genoeg, helaas. Niet, nee, maar dat is dan steriel, dat is misschien materiaalkeuze, dat is misschien ook budget. Ja. En dat. Ik heb 40 kub hout bij de vuilstort laten halen. Ja. In de container, zeg ik er maar wat in. En dat hebben ze hiervoor gelost en daar ben je mee aan de slag gegaan? Hebben ze bij de deur neergezet, inderdaad. En we hebben het moeten doen met wat er was. En het was toevallig van het huisje moest op poten komen te staan. Ja. En dat hout had ik niet kunnen ritselen op de vuilnisbult. Nee. Maar toen bleek er hier langs het museum een enorme bult afvalhout te liggen. Waar ik eigenlijk die hele vlonder die je daarvoor ziet. Ja. Ja, dat was eigenlijk een ideetje, daar had ik het materiaal niet voor, maar dat bleek eigenlijk allemaal gratis en vanop gewoon onderaan het trapje bij onze expositieruimte gewoon te liggen als een bult afval, dus ik heb het opgeruimd en het is een kunstwerk geworden. Dus ja, ik bedoel, ja, het kan zo verkeerd. Het gaat voor mij niet altijd zo, want het is eigenlijk bij uitzondering dat ik op met deze materialen werk en op deze manier. Maar. En hoezo bij uitzondering? Hoe werk je normaal? Of wat is je, waar zit je, nou, waar moeten we aan denken? Probeer ons eens een picture, geef ons eens een beeld. Nou, ik bouw ook vaak een soort van high-tech apparaten, dus veel elektronica, staal, glas en machientjes. Ja, machines inderdaad zijn het een soort van instrumentarium, een vrij, misschien ook wel wat ontoegankelijker werk als dit, maar ik doe het daar verder ook helemaal niks aan af, maar. Ja. Ik bedoel, dit soort dingen, dat is ja, één keer per jaar of zo. Een keer per dus even loskomen of zo? Nee, dat is, nou, dit werk komt voort uit een soort van fascinatie voor mij, voor een soort bepaald literair of filmgenre. En het is maar af en toe dat je denkt van, nou, die fantasie die ik nu heb, daar is een plek en een tijd voor om het nu dan te gaan maken. Ik bedoel, je kunt altijd wel met afval dingen uit gaan poepen en zeggen dat het kunst is. En dat, ja, sommige mensen zullen dan zeggen van ja, het is mooi, maar ja, voor mij niet altijd het moment om te zeggen van ja, er is altijd daar het moment voor. Het zijn wel af en toe dat je denkt van nou, ik heb een goed idee. En dat komt ook door ruimte. Dus de volume van de zaal. Absoluut. Vorige werk was een beetje in deze stijl, die was een toren, die was bijna 8 meter hoog, maar dat had hier binnen niet gekund. Ik denk van alles. Had wel tot aan het plafond natuurlijk. Nee, dus dat is van alles in de weg. En dan erbovenop. Ander ding wat ik wel fascinerend vind, is dat de balans tussen mechanisch, menselijk, artificieel, daar zitten de dingen. Jij bent met jouw zoektocht naar materialen van, of zoals ik dat zie, zeg maar, dat je zoekt. Je maakt namaakprotheses of je bent op zoek naar. Ik ben eigenlijk op zoek naar vervangende materialen voor menselijk materiaal. Ja. Wat synthetisch gemaakt wordt in de industrie, in de biomedische industrie eigenlijk. Ook te kijken van hoe loopt die proces eigenlijk, hoeveel kan je vervangen en hoe loopt dat met menselijk materiaal, hoe loopt die. Rehabilitatieproces eigenlijk na inzet van iets kunstmatigs. En daar komt die gate trainer van. Ja, de gate trainer en structures yet to be synthesized. Ja. Ja, zijn ook daarop geïnspireerd. Ja. En de gate trainer is eigenlijk gewoon een rehabilitatieapparaat, waar je dan weer opnieuw leren lopen. Ja. En dat heb ik dan gecombineerd met meer botachtige groeistructuren. Gewoon ook omdat vaak zijn er gewoon botbreuken die dan gewoon onder herstelling zijn. En ja, dat is meer een poëtische bijl daarop eigenlijk, op het hele rehabilitatieproces. Dus dat zijn eigenlijk botten, zijn eigenlijk benen, de staande zijn eigenlijk benen, zeg maar. Als je daar dus in rehabiliteert, dat je dan ziet ook, hoe het was. Ja, dus, zijn ook botgroei die ook echt gewoon best abnormaal is of zo. En
ja, ik heb eerder projecten gedaan, of mijn laatste project vorig jaar bij de Europese Keramische Werkcentrum. Daar heb ik een CAD-CAM-periode, een pilot CAD-CAM-residentie. Ja. Dat is met 3D-computertechnieken om objecten te modellen en te 3D-printen. Ja, okay. En dan had ik onderzoek gedaan naar een botziekte, een genetische botziekte. FOP, fibro... Wat gebeurt er? Genetische botziekte? Huh? Wat gebeurt er? Gaat je ja, zo wat er eigenlijk gebeurt is dat fibro, dus dysplasia ossificante progressiva, is de naam van de botziekte. En genetisch gezien, dat is best een complex genetische proces, maar spieren, pezen en weefsels worden omgezet in bot, langzaam. Dus je wordt eigenlijk versteend. Zo. Dus een heel extreme botziekte, maar er komen ook echt extreme botvergroeien uit. Een rare vorm ook. Heel rare vorm en je lichaam wordt langzaam helemaal van uit vorm getrokken eigenlijk door die bot-aangroeisels. Ja. En ja, daar ben ik enorm door gefascineerd eigenlijk hoe die hele proces loopt. Het proces of de output? Hoe het er uiteindelijk uit, of het proces? Allebei. Allebei. En gebruik je dat weer in je... Ja, dat is wel echt, heb ik wel ook, dat zie je wel terug in dit werk ook. En zou je van die implanten, zou je op jezelf, zie je dat gebeuren? Wat? Op jezelf nee, niet bij jou die ziekte, maar dat je hier zo'n keramisch ding eruit laat steken. Of, dat is niet het onderzoek, of niet... Nee, dat is niet mijn onderzoek. Ik had meer om het materiaal zelf van wat is bot en van hoe groeit bot. Dit is wel een heel extreme ziekte. Ja. Een heel pijnlijke ziekte. Wil je die binnenkant blootleggen? Ja, ik vind het wel mooi om echt wat gewoon onzichtbaar is, om dat gewoon ook toch een object gewoon te maken, wat gewoon echt gewoon het proces of gedeelte van die proces gewoon proberen te visualiseren. Ja. Dus ja, dat is wel echt achter de Gate Trainer als werk, is dat wel echt heel erg een inspiratie geweest. Ik blijf me gewoon inspireren eigenlijk. En die meer vleesachtige structuren, dat is meer echt van de biomedische industrie met de synthetisch... genetisch materiaal. Genetisch materiaal eigenlijk, op basis van menselijk DNA om te laten groeien. Okay. En implantaten. Want jij bent overgestapt eigenlijk van beesten een beetje naar mensen, lijkt mij. Nou ja, behalve dan dat konijn met die fietspomp. Ja, mensen is ook nog een beest. Ja, mensen is ook een beest, maar ik bedoel, er zit wel een. Wij proberen daar een onderscheid tussen te maken. Ja. Het werk wat ik hiervoor heb gemaakt is ook niet met een dierenhuid. Oké. Okay. Oh, eerder ook, die schaakcomputer toch ook? Ja, maar die is alweer red out. Die is eigenlijk alweer voordat die huiden daar voor het eerst in kwamen. Wat ik mooi vind aan die huiden is dat er een bepaalde detaillering in zit, hè, in een dierenhuid. Dus als je een dierenhuid hebt en je doet er een zakje in en je doet met je fietspomp een beetje pompen, dan begint het ding bijna te leven. En ik heb nou geprobeerd om samen met Lela onze eigen huid af te gieten. Dat is niet zo goed gelukt, daarom hebben we allemaal van die stukken gekregen. Maar daar zit ook diezelfde soort van detaillering in, die dan toch wel, die eigenlijk juist dat het ook zo ruw is gemaakt. Ik ben met die dierenhuid ook nooit erg voorzichtig. Dan knip ik gewoon stukken door en af en dan moet er een arm in, want die arm vier keer zit ik van. Dus meneer Teurlings, die huiden verkoopt, voor zijn moet het niet zo. Okay. Dus daar schop je in ieder geval tegen de opzetwereld, dierenopzetwereld? Ja, en dit met afgiet ook een beetje. Hij had mij netjes uitgelegd hoeveel procent ik van dit daarin moest doen en hoe het allemaal moest. En op een gegeven moment zijn wij begonnen
lelen op de grond, kladden van die algen eroverheen. En dan zomaar een beetje op het oog, een beetje mixen van die rug. Maar dat is toch op sommige stukken nog heel goed gelukt. En die detaillering die doet eigenlijk hetzelfde met het apparaat als wat die huid, die dierhuid vroeger deed. Dus je maakt echt een soort karakter. Dat is wel een karakter, ik bedoel. Ja, toch? Hoe heet het apparaat dat zit te spelen? Nou, hij heeft geen naam, maar of het is een soort combinatie van stukken van Lele en stukken van mij. Het is de kunstenaar, Ellie vroeg mij ook op een gegeven moment van waarom is dat eigenlijk de kunstenaar. Het is eigenlijk meer zo gegroeid. In het begin, toen we net begonnen, zou Lela op de openingsavond aan de andere kant van die tafel gaan zitten en zou dan een soort van kunstenaarsgesprek zijn tussen haar en dit apparaat. En dat was eigenlijk de performance lang geleden. Nu is dat hele stuk met dat gesprek eigenlijk weg. En weet ik eigenlijk ook niet meer waarom ik hem nog steeds de kunstenaar zou noemen. Yeah. Maar ik vind het hele, het doet ook aan die performance met waar je in die huiden verwisselt, dat zij bijna een zombieachtige mensen, half levend, half dood, je weet eigenlijk niet precies wat er aan de hand is. Dan komt bij jou eigenlijk, omdat jij met film bezig bent ook, zie je daar, is dat een interessant spel om daarmee filmen te maken bijvoorbeeld? Nou, toevallig heeft Stan plannen voor een film. Hè? Oh, ja. En ik ben zelf ook, denk vaak ook met scènes bezig. Ook als ik werken maak. Yeah. Zie ik het als een soort omgeving. Of ja, vaak werk ik ook in de openbare ruimte. En dan zie ik mijn werk als een soort van element. Die een fictief element in de realiteit, zeg maar. Dus ik kijk sowieso denk ik wel met een beetje een filmisch oog, klinkt heel groot, maar gewoon, ik zie het wel als scène. En nou zie ik in Stan zijn performance, dat interpreteer ik heel anders, maar ik kan me... We hebben het de laatste tijd wel vaker gehad over films waarin wij delen van de settings bouwen en delen geacteerd worden, of dat er mensen zijn, of zoiets. Ja. Ja. Dus ja. Alleen we hadden een schitterende titel voor ons project. Het zou heten Breakfast at Gaddafi's. Ja. En dan moesten we, wanneer was het? In maart. Ja. Moest voor, weet ik veel, half februari of zo, moest het ingeleverd worden. Waar we net een beetje erover aan praten. En op het nieuws, Gaddafi e-mailt. En toen het eenmaal het moment van inleveren was, werd het een. Ja, was er zoveel over Gaddafi. De mannen hadden we 10 jaar niks van gehoord. Ik vond deze gewoon op de achtergrond. Het is niet zo politiek, maar dan kom je in maart. Kon je niet toevallig iets over Gaddafi doen wat niks met de rest met Libië en de hele toestand daar te maken. Nee, dat zou ook inderdaad zeker met die erosion van jou, die ego. Wordt het allemaal. Maar jij wat maak jij? Maak jij machines? Wat maak jij? Wat zijn dat voor objecten? Hoe? Ja, dat wil ik allemaal eigenlijk al een tijdje weten. Eindelijk. Dat zou ik niet kunnen zeggen. Nee, maar je had gezegd van vraag... Oh, vraag niet! Ja. Nou ja, ik maak wel machines. Ja. Of settings. Ja. Machines. En, dit is meer een setting geworden hier. Het begon ooit met de Savior Machine van Bowie. Vond ik gewoon een mooi woord eigenlijk, de reddingsmachine. In Nederland klinkt het meteen weer echt kloten, maar... en dat is een beetje zo blijven steken en daar zijn ook een paar boeken overheen gegaan. En uiteindelijk is het dan deze installatie geworden. Met een soort machine die probeert te ademen of die soort ademhaling simuleert. Beetje knullig ook. En, die op sterven na dood is wat je... Hij lekt in ieder geval nogal wat olie en zo. En het is een soort een landschap. Ik zie machines vaak als een soort metafoor voor een soort idee of zo. Of een drager van een idee. En
Of dat idee nou heel duidelijk is, dat maakt niet zo uit. Maar voor het publiek maakt het voor jou niet uit, hoeft voor mij niet uit te maken, bedoel je? Nou, dat wil zeggen dat ik het er niet bij wil hoeven vertellen, zeg maar. Nee, oké, dus dat is het, zeg maar. Ja, en de performance die ik buiten heb gedaan met de opening, dat is ook volgens mij iets wat je op verschillende manieren kan interpreteren. Ja. Omdat het een hele soort dierlijke uit elkaar trekken van die auto's was. En een soort van rustige. Het ziet er veel bruter uit op de foto's dan de realiteit, zeg maar. Een rustige soort performance, setting. Jullie hebben met twee van die dingen die groene waren uit elkaar getrekt. Ja, die drie auto's demonteren, zeg maar. Okay. Maar heel, ja, eigenlijk heel netjes. Chirurgisch bijna. Chirurgisch bijna, ja. Ja, als je dichtbij staat was het iets minder chirurgisch, maar... Maar je bedoelt met de lompenklauwen? Met een bepaalde subtiliteit. Ja. En de titel is, er zijn hier al heel wat barbaren gekortwiekt. Ja. Ja, wat je daarmee moet als toeschouwer, dat moet je zelf maar uitzoeken. Ja. Ik heb daar natuurlijk allemaal ideeën bij, maar ja. Die ga je nou niet zeggen? Het is een setting. Dat was juist de bedoeling. Ja. Nee, het is, nee, maar het is gewoon een soort setting die je als metafoor kan interpreteren of niet, of gewoon als actie. Dus daarmee is die titel van dat werk wel heel belangrijk? Titels worden steeds belangrijker, denk ik. Ja, want dan, wat bedoel met de titel waar je net zei, wat was het? Er zijn hier al heel wat barbaren kortwiek. Ik bedoel, als je dan zo'n opeltje... Snap je het? Jij snapt hem wel. Ja, ik snap hem wel. Maar ik probeer het daar duidelijk te krijgen. Maar, ik weet niet of het zoveel uitleg nodig heeft, maar ja, het kan ook gewoon, sommigen vinden het waarschijnlijk gewoon actie en leuk. Ja, gewoon spannend. Ja. Te gek. Ja, ook goed. Ja, Henny, je moet er gewoon bij komen, hè? Ja, nee, hij luistert ook. Hij heeft helemaal gelijk. Je hoort ook allemaal dingen die je niet hebt... Ik luister aandachtig. En als ik een vraag heb, dan stel ik hem aan je. Ja, is goed. Je zit denken, waar waren we nou gebleven? Hè? Dus hadden we mensmachine gehad. Zie jij nog iets waar we het over kunnen hebben? Die setting bij jou, hè? Groeit dat gewoon? Want je hebt thuis die machine, heb je thuis in het atelier heb je aan gewerkt. Ja. Dat ding komt hier te staan. Ja. Dan zeg je van, nou, dan gooi ik er een cementpad tegenaan. Of zag je die haarbalken van hout, zag je die er ook al? Dat verandert wel in materiaal en zo. En, ja. Ik had eigenlijk een neon besteld, maar de eigenaar van het neonbedrijf is dood gegaan in de tussentijd. Dus die kwam niet af. Ja. Dan worden het TL's. Ja. Dat is geen geintje. Maar, en die haarbalken, dat waren eigenlijk, daar wilde ik eigenlijk stalen haarbalken voor hebben en zo. Ja. Die weg zou eerst recht zijn. In het begin was het echt een weg en toen was het een witte weg en toen werd het een soort pad. En dus het basisidee staat eigenlijk wel, maar het verandert heel erg ter plekke gewoon. Ja. En, je bent hier gewoon de cement aan het meten. Dus je kijkt heel erg gewoon naar de ruimte die je hebt en naar de swing die dat hele ding moet hebben. En dat doet iedereen een beetje zo. Dus, van waar heb je dat gekozen? Want eigenlijk staat hij op een eiland. Hè? Of tenminste, ja, dat misschien voor jou niet, maar op een pad dan op een eiland. Jij staat op een eiland, een Stan heeft een eiland, een Ui heeft een eiland. Jij hebt een, niet echt, ja, op het hout een beetje wel een hoekje zo. Zeg maar. Is dat ook een... Is dat, dat is een bewuste keuze, maar waarom kies je dan voor die eiland? We hadden van tevoren wel tegen elkaar gezegd, we moeten zorgen dat we niet allemaal zo'n eigen eilandje krijgen. Oké. Okay. Dus dan past het en klopt het niet. Klopt het. Dus ja. Ja, dat had ik zelf ook maar gezegd. Ja. Ja. Nou, dan had je nooit moeten zeggen. Dat werkt niet. Dat werkt echt niet. En dat is ook... En dat is ook gewoon door het materiaal wat voorhanden is. Net met dat hout. Ik denk dat alles best wel uitgedacht is van tevoren. Ja. En dat, die 40 tekeningen, dat is geen geintje. Nee, dat zeg ik ook helemaal niet. Nee, maar ik bedoel, we hebben wel bijvoorbeeld overdacht om lagen aan te brengen in de vloer. Dus de ondervloer onder de houten vloer bij Stan, die zou doorlopen. Ja. En we zouden dan nog na die houten vloer zouden de vloer er nog uitbikken met een
Kangoo of zo. En zodat ook echt de diepte in zou gaan, maar nou ja, dat kon dan uiteindelijk niet. Dus, en die platen die er onderuit kwamen, die vonden we niet mooi. Dus ja, dat hield de Grimt ook op. Maar dat is dan wat er praktisch gebeurt. Wat ik er eigenlijk mooi aan vind, zo als je het achteraf bekijkt, is dat het allemaal fragmenten van territoria zijn. En dat ze soms dus strak afgekapt zijn, zelfs bij Ayla en bij Stam. Maar dat ook bij drie eilanden iets vloeibaars, die randen zijn vloeibaar. Dus je hebt ook het gevoel van, misschien is de zondvloed wel geweest of zo. Mm. Of hè, een hele grote stortvloed is geweest. En dat gevoel krijg je dus ook heel duidelijk bij deze oplossing. Dat vind ik heel mooi. Ja, dat klopt. Maar je kijkt gewoon een beetje als je het aan het maken bent. En dan, ja. Ja, maar dan, ja, dan blijkt dat sommige dingen niet werken en andere dingen wel. Ja. Zo werkt dat gewoon natuurlijk. Ja. Ja, want jij besluit dan om die halve olievaten daar neer te leggen. Nee, dat was wel... Mijn eerste idee was, het is nu een... Dat is wel raar, het is een soort van, lijkt een soort van eilandje. Ja. Toen mijn initiële idee was om hem in een vijver te zetten. Okay. Maar het maken van een vijver bleek qua materiaal en techniek gewoon onhaalbaar. Hij moest in een soort van poepslootje staan waar misschien wel een lijken ronddreef en wat botten en ook oliedrums. Het moest ook een soort van groene vieze pap zijn of zo, totaal vervuild. Want het is wel een van de lagen in het werk. En toen is dat een soort van opgedroogde rivierbedding geworden. Okay. Het werd allemaal nog wat erger. Het werd ook nog eens een keer heel droog. Dus al die het is allemaal ingekoekt. Waardoor het eigenlijk onbedoeld ook een eilandje geworden is. En dan schurkt het ineens heel dicht tegen eilanden. Die ook, zag ik toen ineens, ja, die gaat ook met zand en een soort van eiland maken. Oh ja, dat zijn wel twee dingen die heel erg dicht bij elkaar komen. Maar dat is totaal... een soort van lauwe dingen geweest eigenlijk, zo het gaat. Het groeit gewoon. Ja, het groeit. Het is... Ja, voor mij stond hij aan het strand. Zeg maar deze hut, ik noem hem hut, hè? Een hut, daar woon je in. Dit staat in een museum, daar mag je niet in wonen. Ja, waarom mag je er niet op eigenlijk? Omdat het een sculptuur is, het is een kunstwerk, het is geen gebruiksvoorwerp. Ah, okay. Dat is essentieel verschil. Ja, vind ik van wel. Je gaat in een museum, ga je ook niet je handen aan een nachtwacht afvegen omdat je natte handen hebt of zo. Ik bedoel, het is een kunstwerk, daar blijf je gewoon vanaf. Het gewoon... Ik hoor zeg nou gewoon dat je door die vloer gezakt bent. Dat is gewoon niemand meer. Ik geloof niemand, het hele kunstwerkverhaal. Die bar in China die je gemaakt hebt, die was echt een... Ik had me voor kunnen stellen dat jij met jouw liefde voor de thee, dat je daar gewoon een theehuisje voor had gemaakt. Dat had ik allemaal niet moeten zeggen. Dat is allemaal veel te liefelijk. Nee, wat ik bedoel, het is ook de manier waarop je naar dit ding kijkt. Het is, ik wil heel erg dat je vanaf van buitenaf eromheen zou kunnen lopen en dat je een soort van... Ik deel namelijk de fascinatie voor het denken in scènes namelijk, dat je met Paul, dat je om zo'n ding heen kan lopen en het bijna als een soort van links naar rechts bewegend, dat je zo'n beeld kan lezen, dat je alle elementen, alle hints die erin zitten, alle dingen die je kan plaatsen, waardoor het ding betekenis krijgt. En als je er dan ingaat, ja, dan dat is net alsof dat je te lang naar je eigen tekening zit te kijken, dan zie je het niet meer. Je moet er ook een soort van afstand van houden en het zien als een object en een ding waar je naar moet kijken in plaats van dat je er door de pot en pan heen gaat rollen die ik daar heb gezet. Ja. Wordt het met een historisch museum toch? Als je er binnen kan lopen en kijken en alles. Ja, misschien ook wel. Ja, absoluut, heb je gelijk in. Ja. En plus ook nog, als je erin staat, dan zie je ineens dat er achter helemaal geen dak in zit, dat er geen vloer in zit en dat het allemaal maar een borkentonnen façade is. Ja, het is echt een filmdecor. Het is echt een filmdecor van als je aan de achterkant... Kunstig filmdecor. De test was dat. Ja, dat was de test. Ja, test. Ja, maar het is echt een bordkartonnen decor. Ja. En in die zin heb ik al de hele tijd in mijn hoofd gehad, dat vond ik wel grappig, dat decor van waar Vlodder ooit in opgenomen is, hebben ze een heel dorp nagebouwd. Ja. Maar als je 10 meter door het dorp heen loopt en je draait je om en je kijkt terug, dan zie je alleen maar gips, kartonnen achterkant en... Je bent buiten de film gestapt. En ik denk dat het hetzelfde is als je hier dat hokje in zou lopen. Hokje, hutje, kunstwerk. Dat dan heb je datzelfde eigenlijk. En ook al had ik het afgewerkt, dan zit je erin. Oké, nou zit ik in het hokje en dan. Als je die afstand houdt, dat je echt, dat je een soort van, ik wil niet zeggen enigmatisch, dat is een te sterk woord, maar je wel een soort je afvragen.
je afvragen wat er binnen is, wordt een onderdeel van het leven en het lezen van dat ding. Ik bedoel, oké, het is dus een onduidelijk. Pardon? Terwijl je ervoor staat, en in die zin is het ergens ook een schilderij. Ja. Ja, en weet je wel, want de titel is Out for Dinner. Dus, het is, dus je staat ervoor en dan is ja, hij is weg. Iemand is weg. Ja. En dat is wel heel de tentoonstelling. Die is wel heel filmisch, of tenminste, want dat is allemaal wat scènes die zo aan elkaar gelinkt worden op allerlei, door allerlei details en allerlei machines, vind ik. Hebben jullie nog iets te zeggen, jongens? Of heeft het publiek nog vragen? Nou, maar ik moet even nadenken van het gaat. Dat is waarschijnlijk een tekst van Paul. Dus dan moet ik even doorgeven naar Paul weer deze. Ah, die wil ik ook dan nog wel doen. Paul heeft een tekst geschreven op de typemachine. Wat eigenlijk heel typisch tekstje is, want Paul en ik die schrijven, of schreven, dat was eigenlijk al een tijd geleden, elkaar veel e-mails toen jij de eerste keer in China zat. En daar is het hele verhaal van een front en dat er een soort fantasieoorlog bezig was. Berichten van zelfs front, aanvallen op het Europese Keramisch Werkcentrum. Daar gingen die e-mails dan over. En ik denk dat is eigenlijk vlak voordat we op nieuwjaarsavond een keertje eigenlijk, was het ook om een leuke nieuwe zaal te hebben. We hebben een soort rechtszitting gehouden, waarbij het front dan is opgericht. Dus ik denk dat het meer daarmee te maken heeft dan met het huidige Nederlandse cultuurbeleid. Als het niet zo is, dan... Nou, ik vind het huidige Nederlandse cultuurbeleid gewoon kloot natuurlijk. Dat is duidelijk. En ik vind ook dat de manier waarop er over kunst wordt gepraat en over de kunstenaars en... Ja, ik word er zo, ik word eigenlijk wel een beetje, raakte wel van over de zeik. Dus als ik zoiets schrijf, dan vind ik het wel lekker om een soort van taal te hanteren van, of dan denk ik mezelf in. Spieren taal, zeg maar. Ja, dat ik zo'n burger ben die er de zeik in heeft, zeg maar. En dan... Ja, dan moeten ze al die linkse hobbyisten opknopen aan de hoogste bomen en dan komen allerlei ideeën maar op en gelukkig schrijf ik daar maar de helft van op. En, maar dat is een soort manier, ja, voor mij is het ook een soort van persiflage of zo, of een manier om gewoon om daar even lekker van me af te schrijven of te tikken. Dus heb je echt een paar jaar geleden geschreven? Nee, dit is echt dit is net geschreven. Dag voor de opening geschreven. Ja. Ja. Maar een beetje in diezelfde trant als, hoe er vaker post gestuurd wordt onderling. In mijn installatie, in het hoekje ligt dat breiwerk en daar staat heel expliciet op, mede mogelijk gemaakt door het Fonds BKVB. Ja, en je bent zo aan het breien. Ja, ik zat eraan te breien. Ik heb natuurlijk niet zelf die hele trui te breien. Maar, wat er in de installatie een beetje is, dat je aan de ene kant heb je het atelier waar er heel veel gewoon pure lol is om de kunst en volgens mij moet daar een beetje gewoon echt de zin van hey, leuk nieuw ideetje, gaan we gelijk in elkaar zetten. En aan de andere kant heb je meer dat galerietje waarin het plotseling een beetje omkaderd wordt en dan staat er zo'n mooie witte teksten aan de muur en dan staat er zo'n apparaat wat de luchtvochtigheid netjes bijhoudt en dan wordt dat dank aan het fonds. Natuurlijk ben het fonds ook heel erg dankbaar omdat ze hun bijdrage hieraan hebben geleverd. Ik weet niet, dat past een beetje voor mij in het hele beeld van
van binnen het museum. Binnen het museum heb je die, heb je, ja, ik weet niet, wordt het. Nou, het is ook een beetje dus, verschil, hè? Slaat het ergens op voor jou? Of, ja, 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 ik vond het wel. Je komt binnen een atelier en daarna ga je een galerie binnen en je hebt eigenlijk een soort interactie met het publiek. Ja. En ja, dat vond ik voor mezelf een heel mooie ruimte van dat. Dus ergens ook in de laar, dus je komt inderdaad binnen in het atelier. Uh-huh. Ja, het vakmanschap en dan moet er een. Ja, het vertaling wordt gemaakt naar het publiek en dan komt er inderdaad een kunst en het anders erbij kijken en meer mogelijk. Dus. Ja, en laat me zeggen, in het atelier ben je ook, als je ziet mijn aanvraag naar het fonds, daar staan eigenlijk toch weer hele andere dingen in dan waar ik in het atelier mee bezig ben. Hè? In het fonds wordt het echt zo'n museum en zo, hè? Dan is de opening en dan wordt er gedacht aan een hoop publiek. En, in het atelier denk je gewoon van, hey, ik heb hier nog een haas liggen, laat eens kijken. Maar goed, dat is, de tentoonstelling heeft veel meer lagen die hier in deze korte termijn niet aan bod kunnen komen. Maar ik heb ik weet niet of dat zo, als ik dat mag zeggen, dat jullie zo direct, er is geen directe kritiek op de maatschappij, zo niet actueel, zeg maar. Zo, misschien onderhuids wel. Maar. Ja, voor mij zeker niet. Niet actueel, nee. Maar ik bedoel, jij zit met je gezicht en met je robots en met je multi met dat ding, dat is een Alia ook, dat is wel een vraag, laten we zo zeggen, of je wil wel een dialoog of een discussie aangaan met wat er in de maatschappij speelt. Ik bedoel, je hebt, ja, of dat zo uniek, dat jij Alia zeker met die biokinetica, dat is wel een vraag. Mijn in zekere zin ook wel. Ja. Het is ook een soort van, we zijn, nu is alles voorbij en we gaan een nieuw huisje bouwen. Kan het zijn bijvoorbeeld? Maar die, het kan zijn, die, maar. Erosion of the Ego van Ayla, wij noemen hem gewoon Dead Businessman zelf, maar die, ja, daar zeg, die titel zegt op zich alweer. Ja, nee, maar zo heet die onder ons een beetje, maar die Dead Businessman, daar kun je natuurlijk heel goed van denken van, oh, dat is een soort van businessman na de crisis of zo, weet je wel. En dan een soort van idee eraan vastbinden. Terwijl Erosion of the Ego is veel universeler. Maar het geeft ook expliciet eigenlijk wel een bepaalde kritiek. Nou, maar het is niet alleen, het is niet iets wat per se van nu is. Het is gewoon van alle tijden. Ja, Erosion of the Ego is eigenlijk een heel mooi idee. Ik denk dat Verstand bijvoorbeeld, dat die veel meer laat zien, of dat het veel meer over hemzelf gaat, hoe hij het kunstenaarschap ervaart en dat je in een moment aan een haas zit te morrelen en het volgende moment sta je op een opening met mensen die allemaal interessant en een drankje in de hand en ja, dat is een hele andere wereld of zo. Bestaan ook heel veel clichés over of heel veel gedachten over hoe dat gaat, weet je wel, wat je ook zei van ja, die, nou goed. Maar net zoals die hazen, die typen de hazen bijvoorbeeld, dat kan uit een sprookje komen. Dat idee, en dat wordt dan gerealiseerd, noem maar een dwarsstraat. Hè, en dan zit er ineens een typende haas achter een typemachine, achter een bureau dat eigenlijk al veel te oud is. Dan kun je, als je daar, dan ga je, krijg je allemaal ideeën bij natuurlijk. En dan ga je die hele maatschappij ga je wel naar binnen halen. En dan vertaal het wel dat helemaal inderdaad jouw bedoeling helemaal niet hoeft te zijn. Nee. Voor mij is zo'n performance buiten, heeft dat voor mijn gevoel wel mee te maken. Dat is actueler. Nou ja, met dat hele dat verhaal over hoe de kunst wordt gewaardeerd en zo. Dan denk ik, ik wil daar wel iets bruuts tegenover zetten. Mm-hmm. Iets voor de gewone man, weet je wel. Ja. Door die chauffeurs, die vonden het te gek. Terwijl ze stonden helemaal te kwijlen. Maar jullie hebben er niet zelf in gezeten? Nee, helaas was er geen optie. Het was geen optie? Nee. Maar toen ik die man belde van, ik heb een kunstperformance. Toen zei hij, jij bent van het Limburgs Front en ik doe niet aan protestaties. Ben jij van die, ik heb het wel gezien op internet, maar je weet de pak hier aan. En van de demonstraties, weet je wel, dan wil je niks van weten. En achteraf staat hij daar met zo'n glimlach op zijn gezicht.
Dan denk ik van ja, dat zijn jouw belastingcenten. Ja. Ja, dat is gaaf. Maar ja. Ik vind dat voor mij is dat wel iets wat actueel is. Maar ja, ik wilde eigenlijk niet zo dat het zo per se benoemd wordt. Maar ik word een beetje over de zeik van al dat gedoe over de kunst en dat het economisch verantwoordbaar is. En dat wat de cultuur. Weet je wat de cultuur allemaal oplevert? Ja, allemaal hoela wat de cultuur oplevert. Wil je nou, ja, wil je cultuur of wil je geen cultuur? Ja. Dat is toch heel simpel? Dat is een simpele vraag. Dan moet je gewoon ja of nee verantwoorden. En anders dan nokken we allemaal naar China en dan gaan we daar Tsingtao drinken en aan de barbecue tent zitten. En dan Gambé. Is mij ook goed, ja, ja. Toch? Ik bedoel, die zijn ook klaar. Ja, ja. Ja, goed. Ja, maar dat is het juist. Er wordt zo over gepraat. Er wordt zo makkelijk over gepraat. Ja, ik ga daar heel serieus mee om. Doet er niet toe hoe mensen erop reageren. Dat interesseert me niet hoe mensen mijn werk interpreteren. Ik vind dat gemakzuchtig. Nee, dat is, ik ben als allerlaatste gemakzuchtig. Voor mij is de manier waarop ik werk is juist een tactiek. Om, ik probeer juist in een soort andere taal te spreken die daarop aansluit. Maar waarom praat je om het tegenovergestelde te bereiken? Huh? Ik vind als je je werk heel serieus neemt, dan zou ik het veel logischer vinden als je dan heel goed kan uitleggen waarom je het zo doet. Want nu komt het op mij over alsof je eigenlijk niet interesseert of ja, je moet zo en als mensen die maar waar, maakt me niet uit. Maar heb je wel, dat vind ik gewoon tegenstrijdig, want je komt zelf over als tegen iemand. En dan maar over welk, heb je het nou over wat ik over mijn werk zei binnen of over dit werk? Of wat? Ja, over allebei. Over hoe je tot nu toe praat, over de exposities, de dingen die je doet, over hoe mensen erop reageren. Ik vind dat heel tegenstrijdig. Want je bent heel integer en aan de andere kant zeg je van het interesseert me allemaal niet wat mensen ervan vinden. Dat heb ik niet gezegd. Mag ik dat nuanceren? Als nou, niet? Ik kan gewoon heel mag ik nee, nuanceren? Ik heb sowieso niet gezegd dat het me niet interesseert, maar ik heb gezegd dat ik daar geen invloed op heb. En dat ik ook niet wil, dat is nou juist dat is nou juist wat de mensen willen. Daar gaat het nou om. Ik begrijp het niet, ik snap het niet. Je moet niet alles snappen, je kan niet alles snappen, je hoeft niet alles te snappen. Het is mooi dat je iets niet snapt. Dat is het gewoon. Waarom moet ik jou alles uitleggen? Jij bent toch een integer persoon? Jij bent intelligent genoeg om zelf te interpreteren wat ik met een werk zou kunnen bedoelen. Ja, dat doe ik ook heus wel. Maar ik vind het juist, ik zit hier omdat ik juist benieuwd ben waarom dat jij dat zo doet. Anders dan hoef ik hier niet te zitten. Dat vind ik eigenlijk zonde van de tijd. Als ik hem alleen te horen krijg van ja, kijk maar wat je ermee doet. En denk ja, dat heb ik al gedaan toen. Daar ik vind, niet. Ik vind het, ja. Horen. Waarom jij dat zo doet? Ik vind dat je doodslaat als je precies gaat uitleggen wat je ermee bedoelt, omdat dat niet het effect is wat het werk zelf kan bewerkstelligen. Ik kan jou wel vertellen dat de taal die ik gebruik en dat de machines die ik gebruik en het brute geweld, dat een methode is, een tactiek van mij om een andere taal te spreken dan wat mensen van kunst gewend zijn. Om dus eigenlijk in de huid te kruipen van een bepaalde realiteit die ik interessant vind, ook buiten de politieke de betekenis, zeg maar. Ik vind sowieso die taal mooi. Maar als ik die taal spreek, dan kan ik onder de huid kruipen van een soort van realiteit die mensen begrijpen, die mensen kennen. En daarmee probeer ik mensen op een andere manier te bereiken dan dat ze naar een schilderij kijken of naar een stokje en een lampje kijken en zeggen, ja, ik begrijp er geen flikker van. Dus dat is waarom ik die taal spreek. Maar om dan te gaan zeggen dat wat ik vind dat het betekent, dat staat niet in verband met wat jij als toeschouwer ziet. Of kan ervaren. Nee. Maar wat kan het verklaren om het toch te doen? Dat ik het gewoon niet wil. Ik vind, geen eigen mening meer hebben als jij vertelt waarom je dat zo doet. Ik vind het zonde eigenlijk. Ik wil best zeggen waar bepaalde waar titels vandaan komen, waar ideeën vandaan komen, hoe zeg maar bronmaterialen of bronnen van bepaalde werken vind ik prima. Maar om de soep zeg maar om het uit te leggen, om het
Ja, om de ingrediënten van de soep te laten... Ja, je mag best de ingrediënten weten, maar hoe, ja, hoe je het maakt, vind ik niet, ja, dat vind ik iets anders. Maar ik vind het wel interessant dat die elementen, bijvoorbeeld die buitenperformance met machine en auto's, dat alle die elementen eigenlijk in de omgeving van het Stedelijk Museum op dit moment te zien is. Dus je hebt een heel grote bouwterrein voor een hele omgeving hier. Je hebt daar heel veel graafmachines, je hebt heel veel geparkeerde auto's overal. En ik vind het wel spannend om te zien hoe eigenlijk die elementen wat eigenlijk voorkomt in de natuurlijke omgeving, hoe dat op een gegeven moment gestaged wordt. En ja, er gebeurt gewoon iets anders met het materiaal. Dat vond ik juist heel spannend met die performance. Er zat wel een heel spanning in van die actie in relatie tot de omgeving en de context waar het plaatsvindt. Voor mij was er wel meerwaarde. Ik vind het ook heel essentieel wat hier nou gebeurt. Ja. De vraag die jij stelt, want ik heb straks van jou gehoord, jij bent ontwerper, maar ook kunstenaar. Jij bent kunstenaar. En in jouw kunstenaarschap, ja, bijvoorbeeld die machine die er staat, die heeft zelf al als kenmerk dat die eigenlijk een reddingsmachine is, maar daar ook weer aan twijfelt of die het wel is. Eigenlijk is die het ook helemaal niet. En weet hij het niet, of wil hij het misschien wel niet. Dat is iets essentieel in paal, dat die verschillende mogelijkheden open wil laten en dat ook niet heel direct wil benoemen of benoemd wil hebben. Want heel veel teksten die wij al hadden geschreven, om het een beetje uit te leggen, werden we hem weer doorgestreken. Nee, hè, dat was dan te expliciet. Snap je? Dus het heeft ook iets met zijn positie te maken, maar ook met jouw positie. Maar het kan ook een keuze zijn dat je dus zegt, ik wil dat het heel erg impliciet blijft. Maar dan moet dat uitgesproken worden, dan snap ik dat. Terwijl je kijkt naar de machine en dan ben je graag en dan kijk je over naar die code, dus nu dit aan, dat kan heel interessant. En tegelijkertijd, ja, wat is het? Ja, goed, prima. Perfect. Perfect. Mooie vraagstelling. Je hebt twee dingen. Enerzijds van het ziet er graag uit, het beweegt, het is techniek die me aanspreekt. Anderzijds wil ik dan weten, wat is het verhaal erachter? Wat heb ik nodig? Ja, voor mijn beeldvorming. En zonder dat verhaal vorm ik ook wel een beeld. Maar als je zegt de reddingsmachine, dan voegt dat wat toe. Dus in die zin vind ik dat relevant. Mm-hmm. Nou, ik sprong er ook op een beetje, of ik reageerde ook een beetje uit mijn slof, omdat ik niet nonchalant ben. Ik ben totaal niet nonchalant. Dat weet ik ook, dat hoor ik aan. Dus, het is geen aanval. Het dus, is nee, maar het is, ik ben, nee, ik vind ook niet... Nee, maar het is wel een oprechte vraag, omdat jij oprecht je afvraagt van, wat wil je er nou eigenlijk mee? Of, ja. Nou, ik denk en ik snap de verontwaardiging ook wel een beetje van jou, dat jij, wij zijn, soms wordt er ook heel veel over kunst geleuterd en dan is het een enorm verhaal, er is heel veel uitleg en dan hangt er iets aan de muur wat ik zelfs met het verhaal dan toch niet zo goed kan begrijpen. En ik denk dat wij over de jaren heen langzaam steeds meer in het idee zijn gekomen van het beeld moet het gewoon doen en dat gepraat. Daardoor, als ik jou net ook hoor praten, klinkt het ook vrij, daar hebben we allemaal niks mee te maken waar het over gaat, de mensen die zoeken het maar uit. En daar kwam je net een beetje van, hey, toch? Ja, ja. Ik heb er moeite mee als ik jou zeg, ik heb er nog een haast wat zou ik ermee doen? Dan denk ik, dat vind ik eigenlijk zonde. Nou ja, maar misschien is ook... Ik twijfel er niet aan dat jij er heel goed over nadenkt, van goed, hoe ga ik die haast neerleggen, wat voor belichtingen, dat je een foto in de schilderij denkt, ja, dat is mooi gedaan. En het is dus niet zo van, ik heb hier nog een haast liggen. Jij bent er minstens een dag mee bezig geweest om die haast daar heel mooi neer te leggen. Nou, ja, precies, andere hand. Dan vind ik dus, net als bij jou, dat je zelf kort doet door zo te praten. Ja. Wat iemand met die een beetje kijkt, die denkt, oh mooi, dat is goed, die haast, wauw, ik krijg er bijna honger van. Maar als je dan tegelijkertijd zegt, ja, nou, als ik het maar voor klaar, dan denk ik, dat vind ik, dan zit je jezelf geschud. Nee, absoluut niet. Nou, is genoeg. Nee, ik had allemaal. Zo werkt het front niet. Nee. Het front is doen. We gaan gewoon, we gaan ervoor en we zien wel waar het schip strandt, zeg maar. En dat vind ik een hele frisse, fruitige houding. Ik kan me ook voorstellen dat.
wij weten van elkaar goed dat, dat hoe het ongeveer zit. En als je dan nieuw hier ziet in het beleid, dat je inderdaad, en misschien heb je ook wel een punt, misschien klinkt dat ook wel, ik weet niet of dat, dat op iedereen op zo'n manier overkomt. Ik probeer dan te zeggen het verschil weer te geven met hoe je, hoe je, hoe je in een atelier eigenlijk vrij impulsief, hup, ik heb een idee, hup, daar ga ik het doen. En in het museum zeggen ze dan, god, die haas die ligt daar zo, vertel er eens wat over. En dan kom ik, flats, enorm verhaal, ja, die haas gaat dit en daarover. Snap je? En ja, maar die haas gaat wel degelijk ergens over, hè? En dit is ook een manier van spreken van Stan over zijn werk. Want die haas die is heel belangrijk in zijn werk tot nu toe. En ik kan er als kunsthistoricus ook wel een verhaal over vertellen. Maar het is gewoon zijn manier van met dingen omgaan. Maar natuurlijk heeft Stan toch ook gewoon een haas leren. Nee, maar met de verzameling en schulden die er ligt er daar ook nog toevallig een haas. Ik kan me er wel iets bij voorstellen, want ik heb jullie de afgelopen weken zien werken. En jullie hebben me steeds verbaasd, als ik daar dus rondloop. Het is met een ongelooflijke precisie uiteindelijk gedaan. Alles wat daar is. Met heel veel aandacht, met heel veel zorg en heel veel precisie. En als je jullie hoort praten, en dat is misschien jouw verwarring ook, lijkt het allemaal, weet je wel, dat is ook een beetje de houding van het front natuurlijk. Geen bullshit, hè. Weet je, we pakken gewoon aan en we doen gewoon dingen. Maar er zit natuurlijk heel veel, precisie zit daarachter. En de taal waarmee erover gesproken wordt, weerspiegelt niet altijd die precisie. Maar, en hij zegt van, dan doe je jezelf tekort als je er dan zo over spreekt. Maar dat vind ik ook heel, ik vind het ook een hele Nederlandse behoefte naar uitleg en naar verklaring van dingen. Ik vind het ook heel Nederlands. Dat je echt bij me altijd alles. Jullie zijn die kunstenaars, jullie kennen je eigen beeldtaal heel goed. Jullie zijn ontzettend getraind in het lezen van die eigen beeldtaal. En niet iedereen die wel geïnteresseerd is in kunst, zelf misschien ook kunstenaar is, maar ander werk maakt, kan meteen jullie taal. Nee, maar dat is toch, is de, jullie dat doen. Dat is toch heerlijk? Ik vind, en als je daar dus geïnteresseerd bent en wil verdiepen, is het heel fijn als iemand ook met woorden jou nog een keer daar wat over wil vertellen, waardoor jij beter mee kunt gaan in die beeldtaal. Dus, maar ik vind het wel dat ze het in eigen woorden vertellen, heb ik liever dan dat ze ook op een dusdanige manier naar het publiek gaan richten, dat noemen klopt. Dan ga je jezelf helemaal vastlullen. Weet je wel? En wat dat betreft klopt het wel. Dat heeft toch niet altijd context nodig? Je kan toch ook gewoon zelf dingen bedenken en zonder dat Stan nu een verhaal gaat vertellen hoe lang hij mee bezig is, hoe die haast daar precies ligt. Weet je wel? Ik bedoel, wie wil dat weten? Nou, ik kan me ook wel voorstellen. Ja, dat maar gelukkig niet iedereen. Weet je wel? Gelukkig niet iedereen. Maar ja, dat is. Dat is en dan wordt ook gepraat. Ja, maar we zitten. Nou, wat dat betreft is het wel geslaagd, want we hebben bij jou een verlangen opgeroepen. Om meer en meer. En we zitten in Brabant ook, weet je. Ik bedoel, dat is ook, ik denk dat ook, ja, voor ons, onze manier van, in Brabant is, of in Eindhoven tenminste, in de scene is het gewoon, ja, daar staat niet iedereen gewoon heel erg zo van over zijn werk te praten. Dus gewoon, oh ja, wat heb jij laatst? Ja, maar jullie zitten hier nu wel om over werk te praten. Heb je dat dan niet gedaan? Is dat niet gelukt dan? Maar als je een vraag hebt, dan beantwoord ik die gewoon. Maar ik heb ook niet gehoord waar een bepaald werk dan vandaan komt. Of hoe dat dan zit. Dat heeft niemand mij gevraagd. Als ze mij vraagt, dan kun je een antwoord krijgen. Nou, toch wel een beetje. Huh? Je hebt er wel een beetje uitgelegd waar het werk vandaan komt. Ja, met zelf. Nou, ja, nee, maar met die zeevuurmachine van David Bowie. Ja, dat zijn al twee elementen. Er zitten ook nog minstens drie boeken in. Ja. Dus dat is, ja, dat is heel moeilijk. Daar kan je een avond een lezing over houden. Ja. Over alles wat bij dat beeld een rol speelt. Ja, dat leek mij niet. Maar ik weet dus niet of het beeld daar beter van wordt. Nee, dat wordt er zeker niet beter van. Ik kan me ook voorstellen dat als jij weet dat er allemaal bij komt, hij dat graag ook weet. En dat hij,
dat die dat dan, die dan hier dan zitten om dat te horen. En waar gaan de beelden naartoe? Naar naar buiten. Sorry, nog eens. Waar gaat het naartoe? Komt er dan een vorm zo met afgesloten? Afgesloten? Het museum ging weg, hè, dit stuk. Ja. Wordt afgebroken, dat stuk waar hij staat. Nou, dat staat dus buiten. Ik ga er zelf naar buiten. Wat gebeurt er met de sculptuur van... Alles gaat weg. Ja. Dat past weer precies in de 40 kubus container waarin het gekomen is. Ja. Mijn tenzij... Val, ja, mijn val wordt het allemaal los opgeslagen. Kijk, de wanden van het gebouwtje natuurlijk niet. Maar sla ik het gewoon op en hoop ik het in de toekomst nog ergens anders neer te zetten. Ja. En dat kan met de reddingsmachine ook. Ja, ja. En niet dat het voor mij dat het per se dat het nu nog steeds afval is en dat het ook weer op die manier afgevoerd hoort te worden. Maar het materiaal waar het van gemaakt is, is in zekere zin inwisselbaar. En dat is ook de kracht van het werk dat het. Ik bedoel, ik heb een container rommel laten komen en net als iemand die in 2040 na de Derde Wereldoorlog van afval zijn hutje moest bouwen, heb ik dat ook met die container moeten doen. Dus ja, de volgende keer als ik weer überhaupt zoiets zou maken, zou het weer uit dezelfde container moeten komen. Of een vergelijkbare. Maar is dat, vind je het interessant om het te herhalen? Ja, het zou de zoveelste keer zijn dat ik van gebruikt materiaal weer zo'n onderkomen maak. En ik vind het wel belangrijk dat tijdens het opbouwen, ik had dan wel een accuboommachine die ik makkelijk in de muur op kon laden. Maar ik vind het wel belangrijk dat ik in exact dezelfde situatie verkeerde. Dat is iemand die straks over 50 jaar, als er helemaal niks meer is, het alles is naar de knoppen. Dat ik in die mindset en met die middelen het beeld zou gaan maken. En dan zie je ook dat de output is iets wat aan die wetten voldoet. Het is niet meer van, dat komt uit de late steentijd. Of dat is, zo 2002, toen waren ze toch alleen met computers bezig. Ik bedoel, ja. Je krijgt automatisch een soort van handschrift erin. Dus die accuboormachine die laat je thuis volgende keer? Nee. Of is dat eentje met zonnecellen op of zo? Wacht, kunnen. Oké. Willen we nog iets zeggen? Henny? Nee, ik ben benieuwd naar een andere vraag eigenlijk nog. Oh. Nou, mag ik wil wel even aan de bak nog. Dat is een hele goede vraag. Dat is een hele goede vraag. Goede vraag. Ja. Ja, hebben we het een beetje gehad? Nou, dan wil ik Henny, Paul, Cor, Stan, Alia, Joke, Ellie en het publiek hartelijk bedanken voor deze gezellig gesprek. En tot een volgende keer. Dag.